De coronacrisis hakt stevig in op onze economie. De komende weken en maanden zijn minstens 250.000 werklozen te verwachten. Een van de eerste drastische maatregelen die werd genomen was de verplichte sluiting van de horeca. Hierdoor kwamen vele ondernemers van de ene op de andere dag zonder inkomsten te zitten. De vaste kosten, zoals huur, belastingen en betalingen aan leveranciers, blijven echter doorlopen, waardoor serieuze financiële problemen te verwachten zijn voor vele ondernemers. Het omzetverlies in de horecasector wordt geraamd op 6,5 miljard euro. Om deze bedrijven wat meer ademruimte te geven, werd beslist dat de sociale bijdrage voor het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar kunnen uitgesteld worden tot 15 december. Maar uitstel is geen afstel. Dat het water aan de lippen staat, bewijzen ook de cijfers. Een maand geleden waren reeds 1 op 4 ondernemers en werkgevers uit de horeca die dit uitstel vroegen. 140.000 werknemers zitten thuis te wachten op meer nieuws. Voor velen zijn de huidige maatregelen nog onvoldoende om te overleven na de lockdown. Momenteel is het ook nog steeds koffiedik kijken wanneer de maatregelen versoepeld zullen worden. De opeenvolgende veiligheidsraden brachten geen enkele duidelijkheid, laat staan hoop. De horeca blijft wachten, hopen en vrezen op licht aan het einde van de tunnel. Een van de extra mogelijkheden voor de horeca, die ook gevraagd worden door de sector trouwens, is het schrappen van de sociale bijdrage van het eerste kwartaal. Hiermee zouden zeer veel ondernemers geholpen worden om deze crisis te overleven. En bedrijven die niet failliet gaan, zijn banen die gered worden. Graag had ik van de minister vernomen. Hoe lang gaat men de sector nog in onduidelijkheid laten? Is er reeds overleg geweest over de heropening met de beroepsfederaties van de horeca? Overweegt de regering het schrappen van het eerste kwartaal van de sociale bijdrage? En als ik de vorige spreker hoorde, precies wel, maar graag had ik dan wel wat meer toelichting gekregen. En overweegt de minister eventueel andere maatregelen voor de sector in nood? Natuurlijk, na 8 juni is zeer ruim. Ik denk dat het nu tijd is om duidelijkheid te scheppen over wat, wanneer en hoe de horeca kan heropenen. Geef de horeca een duidelijk perspectief en gelijke regels, zodat mensen weten wat te doen en de onzekerheid stopt. Want die onzekerheid maakt het nog moeilijker. Laten we de chaotische sluiting van de horeca niet opvolgen door een nog chaotischere heropening. Het moet onze bedoeling zijn om zoveel mogelijk horecaondernemers erdoor te sleuren. Want hoe meer werkgevers dit overleven, hoe meer werknemers aan het werk blijven. Daar heeft iedereen en zeker de overheid alle baat bij. Dus overweeg de schrapping van het eerste kwartaal van de sociale bijdrage. Open het debat over de btw-verlaging in de horeca. En nu parafraseer ik de voorzitter van Horeca Vlaanderen deze ochtend in de krant. Een samenleving zonder horeca is zoals een huis zonder living. Laten we het licht in die plaats waar iedereen samenkomt opnieuw branden, voordat velen het licht moeten doven.